Hadden jullie dit zien aankomen? Wat zien aankomen? Het einde van de waarheid? Scherp. Voilà. Dacht Tim, we nemen op. Dit wordt hem. Ah. Tenzij dat ze heel veel lawaai beginnen maken. Tim, vertel eens heel snel wat je in Amerika hebt gedaan. Waarom was je daar? Hoe lang? En wie heb je ontmoet? Heel snel. Heel veel mensen ontmoet. Nee, ik was net een half jaar in de Verenigde Staten in een klein plaatsje bij Boston. Oh, sorry, een half jaar. Nee, ik was een jaar daar. We wonen in een klein plaatsje bij Boston, Cambridge. Waar ik Nieman Fellow was aan Harvard University. Dat was een fellowship voor journalisten. BuzzFeed was echt fantastisch. Waarom? Die zit in een gebouw midden in Manhattan, ingeklemd tussen twee verdiepingen van Facebook. Ja. En die hebben echt een hele jonge redactie, die allemaal heel serieuze onderwerpen beschrijven. Dus ze hebben het zo verdeeld, ze hebben twee verdiepingen. Ze hebben één verdieping waar ze alle clickbait maken en alle grappige filmpjes. Oh, stoppenwinst. En één verdieping waar ze podcast maken, waar ze BuzzFeed News maken, waar ze longreads maken. En ik vind dat gewoon een hele vette combinatie. Dat had ze gewoon lukt. Hebben die twee verdiepingen contact met elkaar? Facebook en BuzzFeed? Of nee, twee BuzzFeed? De clickbaiters en de longreaders. Nee, dat is eigenlijk los van elkaar. Ja? Ja. Okay. En The Guardian was fantastisch. The Guardian US. Hadden jullie dit zien aankomen? Jullie, de generatie journalisten die in de toekomst proberen te kijken. Dus we zijn voor de record een week. Bijna een week na de presidentsverkiezingen. En er zijn heel veel verwijten naar Facebook, Google, voornamelijk naar Facebook. Ja. Dat ze de verkiezingen zelfs nog hebben beïnvloed door een slecht mediabedrijf te zijn. Dat er zoiets is als een filterbubbel die mensen opsluit in een echokamer. En een van de vragen die ik me stel, in hoeverre zitten we wij als mediabedrijven zelf al in zo'n echokamer? Ja. En in hoeverre verwijten we de technologie waar we zelf schuldig in zijn? Ik zou het eerder omdraaien, Fredo. Ik zou zeggen dat het probleem is dus juist dat Facebook en Google doen alsof je... Die zijn er niet eerlijk over. Je hebt niet door dat... Een heleboel mensen hebben niet door dat ze in een echo chamber zitten. Uh-huh. Dus 60% van de mensen weet helemaal niet dat je op Facebook een selectie ziet van de berichten van je vrienden. Dus je denkt dat je een soort afspiegeling hebt van wat je vrienden vinden en delen. Maar dat heb je helemaal niet, want Facebook selecteert er al op wat jij leuk vindt om te zien. Dus het probleem is dat mensen niet weten waarnaar ze kijken bij Facebook en Twitter en Google. En het verschil met de gewone media is dat als jij de standaard koopt of je koopt de NRC, dan weet je tenminste wel waarnaar je aan het kijken bent en wie de selectie voor je maakt. Want jij kiest de deskundigen daarop uit. Maar bij Facebook en bij Google zijn dat gewoon zijn het gewoon commerciële belangen van wat jij ziet. Maar dat is een heel traditioneel mediaverhaal. Ik kan niet geloven dat je... Ben je daarvoor een jaar naar Amerika geweest? Ik bedoel, had je daarvoor ook kunnen vertellen, toch? Nee, ik geloof gewoon niet in een soort... Er is gewoon niet echt een objectiviteit. Dat is een beetje het probleem. Dat, als je suggereert dat er een objectiviteit is, die is er niet. Je koopt de NRC omdat je je aangetrokken voelt tot een bepaalde groep of tot een bepaald leven. En dat is al een voorselectie die je maakt in wat je ziet of wat je leest. Dat is op zich ook helemaal niet erg, maar je moet er wel transparant over zijn. Wat een oud mediaverhaal is dat journalisten een soort onafhankelijke buitenstaander zijn. Maar wat ik probeer te zeggen is dat journalisten juist midden in de samenleving staan. Ja. En heel erg ook een idee hebben over hoe de wereld moet zijn. En dat zie je in de selectie van de voorpagina en de manier waarop stukken geschreven worden, de onderwerpen die behandeld worden. En vind je dat we dat te weinig zijn? Of dat, is dat een soort aanklacht? Of? Ja. Ik denk dat we veel te vaak doen alsof we onafhankelijke buitenstaanders zijn. En dan kopiëren we informatie. We doen heel erg vaak doen we het trucje. Je kent het trucje wel van zeggen van... Nou, we hebben niet echt een mening over klimaatverandering. Dus we nodigen één iemand uit die zegt dat er klimaatverandering is. En we nodigen één klimaatskepticus uit. Ja. Want dat is onafhankelijke journalistiek. Maar dat staat natuurlijk nergens op.
Dat is helemaal geen onafhankelijke journalistiek. Daarmee suggereer je dat het allebei even belangrijke argumenten zijn. En ook veel te conflictgedreven trouwens. Want je gaat uiteindelijk altijd op zoek naar een conflict tussen die twee mensen, A, B. Ja, wat is dat toch? Dat is toch vreselijk? Dat gekibbel en dat de hele tijd doen alsof we de hele tijd maar debatten faciliteren. Omdat dat een soort onafhankelijkheid en objectiviteit suggereert. Ja. Waardoor je dus de hele tijd kibbelende mensen op de radio en op tv hebt. Hop, even een abrupte onderbreking. Omdat ik dat wel een schoon punt vind wat hij daar zegt. Dat de journalist onder de mensen moet zijn en dat wij als media daar nog wat werk in hebben. Dat was trouwens ook zijn besluit op de Gent-M-avond. Dus die avond. Ik was met Tim de Gier in Gent, omdat hij s'avonds op Gent-M kwam spreken. En hij zei iets heel mooi op het einde, helemaal op het einde van een heel mooi en open en lang debat. Van bijna 2 uur zit hij iets heel mooi. In ieder geval, dat gesprek komt als een podcast helemaal online, een beetje opgeknipt, op onze website gentm.be. Tot dan.